Hi, ik ben Martijn. Dit is de Kobo Ellipsa 2e. Het is een e-reader voor e-boeken, maar je kan hem ook gebruiken voor luisterboeken, notities en je kan er zelfs een paar spelletjes op spelen. Hij lijkt eigenlijk heel erg op de eerste Ellipsa, alleen kan je nu een warm lichtfilter aanzetten. Oké, er zijn nog een paar andere kleine veranderingen, vooral in het notitieblokgedeelte. In deze video ga ik je vooral laten zien wat je met deze e-reader kan. Ik zei het al, hij lijkt heel erg op de eerste Ellipsa. Het scherm is 10,3 inch, dat is net iets kleiner dan een A4'tje en zo'n groot scherm leest lekker makkelijk. Het is een e-ink scherm met een pixeldichtheid van 227 ppi en hij is scherp want het is een 1080p scherm. Aan de achterkant heeft hij wat textuur voor grip en deze dopjes zorgen ervoor dat als je hem gebruikt op de tafel en wat opschrijft dat hij niet wegglijdt. Wat je dus kan aanpassen is de warmte van het scherm. Overdag wil je liever blauw licht, dat maakt je alert, en 's avonds voor het slapen gaan liever warm licht, omdat dat meer rust geeft voor je ogen en je dan na het lezen makkelijker in slaap valt. Je kan dit door de Ellipsa automatisch laten aanpassen, dat is dan puur op basis van hoe laat het is, en je kan ook een bedtijd instellen zodat hij ook daar rekening mee houdt. Dan zit er dus een stylus bij, dat is deze pen. Die heeft een gum op de achterkant, een knop hier op de zijkant en de punt is wat dikker dan voorheen. En ik heb wel echt het gevoel dat die daardoor wat minder fragiel is en ook echt langer mee kan. Je kan de stylus, net zoals de Ellipsa 2e zelf, opladen via de USB-C poort aan de zijkant. Dat is handig, want dan hoef je niet meer de batterijen te vervangen. Oh ja, en je kan de pen ook opbergen aan de achterkant van de Ellipsa 2e, want door de magneten blijft die netjes op zijn plek zitten. Het is dus een e-reader om boeken mee te lezen, dat zal je niet verbazen, maar wat dus handig is, is dat je notities kan maken met de stylus door te onderstrepen, door te schrijven, of als je de knop gebruikt die aan de zijkant zit, kan je delen van de teksten highlighten. En al je notities die schalen ook mee wanneer je in- of uitzoomt om de tekst te vergroten of te verkleinen als dat kan. En als dat niet kan, krijg je dit logootje te zien waarop je kan klikken en dan zie je de originele aantekening die je hebt gemaakt. Je kan ook hier onderin klikken, dan krijg je een lijst met alle notities die je hebt gemaakt in dit boek, zodat je ze makkelijk kan terugvinden. Er zit ook een zoekfunctie in waarmee je woorden kan zoeken in alle boeken of bijvoorbeeld specifiek het boek wat je nu leest. Je kan ook luisterboeken op je Ellipsa 2e zetten. Nou heeft die geen ingebouwde speaker, dus wat je moet doen is een Bluetooth headset of oordoppen aansluiten en dan kan je daarmee je luisterboeken afspelen. Oké, we lopen even door het hele menu heen. Dit is de hoofdpagina. Hier vind je bijvoorbeeld de boeken die je op dit moment leest. In Mijn Boeken kan je al je boeken terugvinden en die kan je dan sorteren op auteurs, reeks of je kan zelf een verzameling aanmaken. Notitieblokken is waar je notities kan maken, logisch. En hoe dat werkt laat ik zo meteen zien, want dat is best wel leuk. Ontdekken is waar je nieuwe boeken vandaan kan halen. Je kan ze kopen bij Kobo bijvoorbeeld of gaan voor een Kobo Plus abonnement. Hier kan je dan kiezen voor Kobo Plus lezen of Kobo Plus lezen en luisteren als je ook gebruik wil maken van luisterboeken. Goed, naast lezen en luisteren kan je de Ellipsa 2e ook gebruiken als aantekeningenboek. In Mijn Notitieblokken kan je dus notities maken en hierin heb je een hoop verschillende features die je kan gebruiken. Je maakt een nieuw blok aan en dan kan je kiezen voor basis en uitgebreid. En uitgebreid zorgt ervoor dat je ruimtes kan creëren voor tekeningen, diagrammen, rekensommen en dergelijke. En wat je hier ook kan doen is de teksten die je opschrijft omzetten in getypte tekst, zeg maar. En zoals je ziet hoef je niet eens super netjes te schrijven. Hij herkent je handschrift, of het nou aan elkaar is of blokletters zijn. En dat zet hij dan om en als er dan toch nog een foutje in zit, kan je dat natuurlijk ook nog aanpassen. In de basisnotities zitten ook heel veel opties. Sowieso kan je heel veel verschillende soorten pennen kiezen. Dus je hebt bijvoorbeeld de normale ballpoint pen. Ik moet toegeven dat ik even moest oefenen om net zo leesbaar te kunnen schrijven als ik met een normale pen in papier doe. Maar daar wen je redelijk snel aan. Je hebt ook een vulpen en met deze pen merk je dat als je harder drukt de lijn dikker wordt. Dus zacht is een dunne lijn en hard drukken geeft een dikkere lijn. Je hebt ook een calligrafiepen, heel erg mooi. En het penseel voelt het meest realistisch, vind ik. Het is echt of je met een dikke stift op papier aan het schrijven bent. Dan heb je ook nog de marker waarmee je dus teksten kan highlighten. En je kan zelfs specifieke delen selecteren met de lasso tool en ze dan verplaatsen naar een plek waar je wilt. In die basisnotities kan je ook kiezen voor veel verschillende soorten achtergronden. Dus deze bijvoorbeeld om je calligrafie mee te oefenen. Je hebt er verschillende versies met allerlei kolommen of bijvoorbeeld gitaartabs. Mijn persoonlijke favoriet is de stippen en die gebruikte ik dan vooral om doolhofjes mee te tekenen. 1, 2, 3, 4.
In notities kan je ook mappen maken zodat je alles netjes kan organiseren. En wat oprecht heel handig is, is dat je de notities kan exporteren naar een computer, Dropbox en zelfs naar Google Drive, zodat je je notities altijd kan inzien zonder dat je daar altijd je kobo voor bij je hoeft te hebben. Oh ja, wat ik nog geinig vond is dat je dus ook spelletjes kan spelen op je Ellipsa 2e. Als je gaat naar meer en dan naar beta functies, zie je daar onder andere Sudoku staan, blokkade en verschillende kaartspellen. Dus als je dan klaar bent met lezen of notities maken, kan je ook nog iets anders doen. Ja, dat was hem voor de Kobo Ellipsa 2e. Wat mij opvalt is vooral de grootte. Dat leest heel erg lekker, of dat speelt heel erg fijn spelletjes. En hij is ook heel erg snel. Zeker als je dat vergelijkt met goedkopere e-reader modellen. Hij reageert heel erg snel op de pen. En hij laadt pagina's ook heel erg snel voor e-reader begrippen. Heb je nog vragen over de Kobo Ellipsa 2e? Laat ze dan weten onder deze video in de comments. Dan praten we daar nog even verder. Voor nu, thanks voor het kijken en ik zie je graag in de volgende video. Doei doei!